Jij hebt twee goede hoeken en ik heb twee minder goede hoeken. Nederlanders, hè? Ga even blijven volgen. Als ik de lat raak, even like. Yes! Keepers battle, maar hoe gaan we hem doen? Ha! 2 versus 2! Ja, Nederland-België, wij gaan als Ajax Feyenoord gebroedelijk tegen onze Belgische vrienden. Hey! Wij zijn Newcastle en Anderlecht. Ja. Oh, Anderlecht, pak. Allee, hup. Paarsjes en rozen. Een beetje Palermo. Suriname. En ik heb gewoon goud, want wij gaan vandaag winnen. En met goud heb je de eerste plaats. Yes. Ja. Let's go! Jullie kennen de regels. Koen, met de aanvoerder van België, Bladsteenschaar, voor wie de kant kiest. Waarom ben ik aanvoerder? Suriname is aanvoerder. Ja. Ik heb niet gezegd dat je aanvoerder bent. Ik zei alleen met de aanvoerder van België. Maar je kijkt ben maar, ik de aanvoerder van Nederland? Ik heb jou nu benoemd. Ik heb jouw stempel aanvoerder. El Capitano! Bladsteenschaar, hè? Ik dit is voor de kant. Ja. Voor de kant, hè? Oké. Bladsteenschaar. Ha! Blad! Hap, hap, hap. Welke kant kiezen we? Wij kiezen, wacht, tactisch, die kant eerst. Maar, wij gaan daar we wisselen dan. Ja, elke wisselen. Oh, ja, waarom doen we dan Bladsteenschaar? Jullie moeten 10 minuten halen in de video. We moeten er nog een keer Bladsteenschaar. Ja. Nog een keer Bladsteenschaar voor wie het begint. Ja. Nu wij hebben kant gekozen. Ja? Okay, wacht. No look. Ja. Saaai. Nee, maar sportief. Sportief. Wij beginnen. Van de wedstrijd. En we hebben 1 andere regel ten opzichte van normaal. Normaal is het zo dat als ze scoort, mag degene die scoort de bal houden. Doen we vandaag niet. Score je, mag gewoon een andere partij. Nee, dat doen wij nooit meer. Die regel nooit meer. Is afgeschaft. Dus doen we niet meer. Hebben wij even kritisch naar gekeken. Ja. Als ik de lat raak, even like. Yes! Dat was toch? Ja, dat was op, hè? We doen wel een geluidje erin editen dat hij dat bereikt. Nou komt dit speech van de aanvoerder altijd, hè? Ja. Ik heb altijd in je geloofd. Ja. Ik weet dat jij nooit in mij hebt geloofd. Ja. Maar vandaag ga ik bewijzen dat jij in mij kan geloven. Je staat helemaal aan, hè? Hoe gaan we dit doen? Ja, dat is een goeie. Kijk, jij hebt 2 goede hoeken en ik heb 2 minder goede hoeken. Ja. Dus als jij gewoon dan alle hoeken duikt en ik sta gewoon in het midden. Aanvallend, ik denk dat we moeten proberen om een beetje tussen ze in te komen. Dan gaan ze twijfelen. Juist. Moeten wij niet achter elkaar ook gaan staan? Zeg maar een beetje zo schuin achter elkaar. Staffeld. Ja, verstaffelen. Gestaffeld. We gaan gestaffeld staan. Ja. Oké. Okay. Hangt wel hoog, hè, voor mij. Zij hebben dus een cameraman, wij niet. Zegt ook al heel veel. Echt, hè? Zij zijn al die Nederlanders, hè? Waar? Naar hier heb je het mentale voordeel dat het echt doel is. En de winst doet ja, dat ik ging net zelfs. Dus als we deze ronde winnen, dan is het binnen en dan gaan we winnen. Let's go. En weer winnen. Oké, kom maar op! Geef jij op de lat! Prima, dit wisten wij. Ready? Hij is voor jullie! Oh! Nee, die deed het als de ballen! Ik trap hem wel even in de kruis, hoor. Ah! Dat was een terugspeelbal. Hey, ik ben opgewarmd, hè, Varia. Ik ga even blijven volgen, zeg maar. Dit. Nope. Goed zo. Effect. Ja. Kijk. Ja. Focus. We zijn er toch al in het begin. Mentaal voordeel naar dat doel sowieso. Ja. En win B, dus niks gebeurd. Nee, maar daarom koos ik daar gewoon niet vroeg.
idee, oké. Sorry, echt waar, sorry. Nee, maar kijk, het is niet zo erg als je denkt. Twee goals aan jouw kant, één aan mijn kant. Valt nog mee. En we hebben allebei niet gescoord. Nee, klopt. En jouw haar ligt beter dan mijn haar. Wat, vind je? Ja, toch wel. Ja, ben klaar. Ik zeg dat die middenbal daar voor jou is. Want ik heb die rechterkant. Hè? Ik ga wel wisselen. Heb ik, wissel! 1-1, hè? 1-1. Ja, Sanje. Wij mogen beginnen. Ja, maar oh, het is erg. Ik ben echt slecht. Dat is waar. Ja, dus sorry. Maar, het kan altijd slecht. Zo moet je denken. Slechter dan dit? Ja, je hebt toch al minstens één bal gestopt, denk ik. Doe zo één. Laatste ronde. Laatste ronde. Ah! Kom aan, kom aan. Ik wil niet meer. Jawel, jawel. Nope. Lekker, lekker. Zat, zat. Ja, ja, weg. Team Michiel! 1-0, nog 2 pogingen, let's go, let's go! Wow! Laten we erin. God! Hey,
wil niet vervelend zijn, hè, maar ik moet toch mijn conclusie trekken als aanvoerder. Dat in de laatste set jij een bal door je handen laat glippen die erin gaat. Dat er twee ballen in de Ajax-hoek gaan die erin gaan. Oh, protest, protest, protest. Eén. Die laatste, het is een wereldgoal. Is wel jouw hoek? Ja. Is wel de Ajax-hoek. Ik maak ook de enige goal. Hè. Je kan ook bij jezelf eraan gaan en je schiet alle kanten over en naast. Ja, jij, ja. Nou, ja. Ik heb nog gescoord tenminste. Ik heb de mooiste goal gemaakt. Dat is waar. Ja, de volle. Ja, wij zijn... Applaus, ja, sorry. Ja. Ik kan alleen maar applaus geven. Ja. En op het tijd om Hosselu ballen te pakken, dan was het klaar. Dat, ja. Dat was ook, voor ons was dat die mental breakdown. Ja, tenminste, ik weet niet hoe jij hem voelde, maar ja, zo kwam hij bij mij wel binnen. Toen hij die twee ballen van mij pakte, dacht ik, weet je, nu is het klaar. Ja. Oh. Ja. Applaus, chapeau. Ja, ik ben heel. Willen jullie ze uitdagen? Mag niet. Ze zijn toch goed? Ja. Je mag ons wel uitdagen natuurlijk. Ja, ja, Peppy en Kokkie. Ajax Feyenoord. Ja. Hè, leuk. Kan gewoon. Samen. Niks mis mij. Celineke en Michielike, bedankt. Jullie bedankt. Jullie bedankt om het te proberen. Yeah. Ja, dat, misschien ooit een rematch. Ooit. Wie weet. Dat zeker. We gaan even op trainingskamp in. abonneer even, want we hebben nog heel weinig abonnees. Ja. Dus abonneer even. Ja. Volgens mij is het inmiddels 8, zoveel en 20, zoveel. We gaan richting 1 miljard abonnees. Daarom. Nee, bedankt. Like, abonneer, subscribe, wat jullie ook willen. Doei. Bedankt.